Welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbetta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar trillingen en golven en dan eigenlijk vooral naar geluidsgolven. Een geluidsgolf is namelijk een standaard trilling die we heel erg vaak tegenkomen, waar je heel veel mee moet doen, maar waarbij het ook handig is om voor een klein deel te begrijpen wat een geluidsgolf nu eigenlijk precies is. En een geluidsgolf kun je je voorstellen uit lucht, bestaat uit allemaal deeltjes en die zitten allemaal leuk verspreid. En op een gegeven moment dan gaan we aan die deeltjes gaan we een soort klap geven. En die klap betekent eigenlijk dat we die deeltjes eventjes tijdelijk gaan samendrukken, zodat we op één plaats een hele hoop deeltjes hebben die allemaal heel dicht bij elkaar zitten. En als de deeltjes allemaal heel erg dicht bij elkaar zitten, dan geeft dat heel erg leuke effecten, want je krijgt op die plaats namelijk een lichte overdruk. Maar omdat daar een overdruk is, zal er op een andere plaats natuurlijk weer een onderdruk zijn. En wat doen deeltjes? Die deeltjes die gaan verplaatsen. Die gaan van het deel met de hoge druk naar het deel met de lage druk toe. Alleen als ze dat doen, dan vliegen ze die kant op. En omdat ze dat in lucht allemaal tegelijkertijd doen, krijg je een beetje het vreemde effect dat ineens op de plaats waar eerst een onderdruk was, nu ineens heel veel deeltjes zijn. En ja, dat betekent eigenlijk, vreemd genoeg, dat er iets verderop weer een onderdruk ontstaan is. En ik kan het wel zo uitleggen, maar eigenlijk kan ik het veel beter laten zien. En dan kijken we vooral even naar de onderkant, naar het plaatje hier. Namelijk, als ik in het begin tegen een deeltje aanduw, dan wordt het eigenlijk alsof al die deeltjes telkens dichter bij elkaar komen. En het ene deeltje duwt het andere weer weg, die duwt de volgende weg, duwt weer de volgende weg. En zo krijg ik een hele stapel drukgolven na elkaar. Maar dit is maar één manier van er naar kijken. Een andere manier om hier naar te kijken is eigenlijk dat we er even naar kijken alsof we een soort golfballen hebben die allemaal met veertjes aan elkaar zitten. Dat is namelijk de manier waarop lucht en een hele hoop andere stoffen zich ook echt daadwerkelijk lijken te gedragen. En als al die golfballen met veertjes aan elkaar zitten, dan kan ik zeggen, nou, ik begin eventjes, want eigenlijk is het een hele rij met plaatjes waarbij de bovenste het eerste moment is, de volgende is een duizendste seconde later, die is weer een duizendste seconde later. Maar ik heb dus één golfballetje en die duwt naar de volgende. Dit balletje zal weer opzij worden geduwd, dat hij weer wat verder opzij zit. Die duwt de volgende weer weg, die duwt de volgende weer weg, die duwt de volgende weer weg. Enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Maar er zijn een paar factoren hierbij belangrijk. En die factoren die hierbij eigenlijk echt belangrijk zijn, dat zijn de volgende twee. Namelijk, de eerste factor is de massa van de deeltjes. Oh. De massa van de deeltjes, namelijk hoe groter die massa is, hoe langzamer alles zal reageren. Een andere manier om dit te zeggen, dat is eigenlijk exact hetzelfde, dat is de dichtheid. En de regel is dan een hoge massa of een hoge dichtheid levert automatisch op een lage snelheid. Namelijk, ja, hoe langzamer die deeltjes kunnen reageren, hoe langzamer ook het volgende deeltje zal reageren. En hoe langzaam weer het volgende deeltje zal reageren. En dat blijft eigenlijk een standaard verhaaltje. Maar er is nog een tweede ding van sterk belang. En dat is als we... Oh, even kijken, als we weer heel even snel naar ons model gaan, hoe zwaarder deze ballen, hoe moeilijker het gaat.
Maar eigenlijk kunnen we ook tegenovergesteld zeggen, hoe sterker die veren zijn, hoe sneller het weer gaat. Want een snel sterke veer zal meteen hup, doorduwen. En de volgende zal ook meteen weer doorduwen. En de volgende zal ook meteen weer doorduwen. Dus sterke veren zorgen ervoor dat dit effect heel erg snel verloopt juist. En dus we kunnen eigenlijk zeggen, omdat we niet met veren werken, maar in dit geval werken we niet met een veerconstant, maar werken we met een jongmodulus. Klinkt eventjes een beetje apart, maar jongmodulus. En een hoge jongmodulus, een grote, opdat het dus heel erg sterk veert. Hoe groter die is, hoe hoger weer de snelheid van het geluid zal zijn. En je komt deze eigenlijk tegen in een variant, eigenlijk in de standaard formule. Ik had hem eventjes voor mezelf moeten opschrijven, maar de snelheid heeft te maken met de wortel van de jongmodulus gedeeld door de dichtheid van de lucht waarmee we werken. En dit levert eigenlijk per direct onze geluidssnelheid op. En dit is dus wat het materiaal en de massa van het materiaal te maken heeft met de snelheid. En dan moet je je nog een paar dingen voorstellen, namelijk de meeste materialen die zijn alle kanten op even veerkrachtig. Dus alle kanten op werkt het hetzelfde. Maar heb ik nu bijvoorbeeld een stof als hout. Als ik hout ga tekenen, hout bestaat eigenlijk uit meestal een hele hoop nerven één kant op. Met daar nog wat ander materiaal vaak tussen. Maar hout is redelijk sterk genervd materiaal. En dat betekent dat het hout de ene kant op, en dan pak ik toch maar eventjes die weer, dat hout deze kant op een jongmodus heeft, of een veerkracht heeft, die anders is dan dat hout die kant op heeft. Dus dat betekent dat een geluidsgolf die met de nerf meegaat een andere snelheid zal hebben dan een geluidsgolf die dwars op de nerf staat. En dat levert dus op dat in hout je soms heel vreemde golfpatronen kunt krijgen. En dat bepaalde soorten hout met heel mooie nerf ook een heel ander geluid leveren dan hout, of dan hout dat juist een vrij onduidelijke nerf heeft, of waarbij die nerven heel dicht op elkaar zit. En elk soort hout waarbij die nerf anders is, dus die anders groeit per jaar, dus snel groeiend hout, langzaam groeiend hout, levert allemaal verschillende golfpatronen op, wat ervoor kan zorgen dat een hele hoop instrumenten die van hout gemaakt zijn, alleen al door de kwaliteit hout, heel erg beïnvloed worden. Koperblazers hebben daar vreemd genoeg veel minder last van. Namelijk als ik een koper of een metalen klankkast heb, dan zal dat koper alle kanten op dezelfde modulus hebben. Alle kanten op heb je eenzelfde massa die meespeelt. Dus alle kanten op is de geluidssnelheid hetzelfde. Dus in alle richtingen reageert het hetzelfde, waardoor het heel erg voorspelbaar is. En als je dat soort instrumenten massa gaat produceren, dan zullen ze eigenlijk allemaal grofweg hetzelfde klinken. Terwijl een massageproduceerde gitaar met goedkoop hout, waarbij elk stuk hout toch weer net iets anders is, elke massageproduceerde gitaar klinkt net wat anders. Behalve als je trucjes gebruikt, zoals bijvoorbeeld spaanplaat, waarbij je letterlijk houtsplinters hebt. En die houtsplinters die ga je met wat lijm aan elkaar doen, zodat het geluid alle kanten op weer dezelfde snelheid heeft. En een spaanplateninstrument klinkt heel voorspelbaar.
Helaas is dat voorspelbaar in de meeste gevallen niet een heel erg lekkere toon bij de meeste snaarinstrumenten. De spaanplaatinstrumenten was een tijdje een idee, maar is weer helemaal verdwenen en alles is weer, alle goede instrumenten zijn weer echt van echt mooi duur hout. Goed, de eerste 3, 4 minuten van deze video waren waarschijnlijk informatief voor iedereen. De laatste 3, 4 waren alleen informatief voor de meeste muzikanten, die toch eens denken van, goh, heeft mijn hout invloed op mijn klank? Ja, dat heeft het. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot een volgende videoles. Want er komt nu een geweldige serie aan over geluid, geluidsgolven en alles wat met audiotechniek te maken heeft. En daarom wil ik vast zeggen, hou het in de gaten. Vast bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.